De trustbank Amana heeft in verband met haar 30-jarig bestaan vandaag haar nieuwste dienst Digital Banking, oftewel Digitaal Bankieren, gelanceerd. De bankinstelling viert op 31 oktober haar 30-jarig bestaan en heeft in dat kader diverse producten ontwikkeld voor haar klanten. Directeur Maureen Bajuri zegt dat de lancering van Digital Banking de eerste stap is in de richting van innovatie. De bank is vanaf eind 2015 bezig om veranderingen door te voeren in haar businessmodel. In de eerste fase is de bank getransformeerd van de Trustbank naar de Trustbank Amana, de eerste islamitische bank in Suriname en in de regio. Digital banking is deel van de derde fase van deze verandering. We gaan onze rekeninghouders internetbanking faciliteren en mobile banking faciliteren. We noemen het ons internet en mobiele bankier. Dat is dus een hele mijlpaal voor ons na een intensieve voorbereiding van langer dan een jaar. Hebben we vandaag, is het vandaag zover dat we er trots aan die kunnen presenteren als internet en mobiele bankier. Totaal. Hij is veilig. U krijgt e-alerts via de e-mail. Mocht u iets vreemd zien, een transactie die u misschien herkent of u twijfelt eraan, kunt u zelf maatregelen voor. U hoeft niet eens naar de bank. We hebben de optie in internet en mobiel bankieren waarbij u zelf acties kunt ondernemen. U kunt uw rekening blokkeren en de volgende dag of daarna de bank uiteraard contacten. Heel veilig, u ziet het. Majuri zegt verder dat de bank in verband met haar jaardag diverse speciale producten heeft ontwikkeld die gekoppeld zijn aan diverse voordelen. Eén hiervan is de samenwerking met Building Depot. We hebben speciale financieringen voor onze klanten ontwikkeld. We zijn bezig voor de jongeren een speciale rekening te openen. We noemen het onze Gensy account met een aparte pinpas. En waarbij er speciale, zeg maar, voordelen gekoppeld aan zijn. Wat we thans reeds hebben, met onze pinpas kunt u niet alleen overal pinnen en posten, maar een groot voordeel haalt u ook bij bepaalde handelsbedrijven. We hebben alvast een overeenkomst getekend met een groot handelsbedrijf in de stad, dat is Building Depot, waarbij onze rekeninghouders met onze pinpas op het hele assortiment van Building Depot, dat niet is afgeprijsd, korting kan krijgen tussen de 5% en 10%. Dat is toch heel mooi. Alus Maureen Bajuri, directeur van Trustbank Amana. Bajuri zegt dat de samenwerking naar meer bedrijven zal worden uitgebreid.